Dus dat is een hele beleving en dan ga je, nou ja, half toe wat doen. Komt u verder. En dat zijn we. Hier kan ook. Je ziet hier een hoofdkantoor, je ziet daar de kassen. En er is, moet een heel toeristische gebeurtenis heeft van gemaakt. Dus productie, distributie, en organisatie. Toerisme en tuinplantjes kweken. Waar heb jij zoveel licht nodig dan?
Nee, ligt niet. De stroom gaat, wordt allemaal verkocht. Gaat allemaal aan het net. Ja, ja. We kunnen veel goedkoper stroom kopen en die groene stroom terugleveren. Ja. We leveren alles terug. Ja, en de brandstof, waar komt dat vandaan? Uit de kwekerij zelf? Of? Nee, daar hebben we een contract mee met een afvalverwerker. Klinkt zo. Dat is iemand die natuurhout verwerkt, zeg maar. Die haalt het afval bij de gemeente, zeg maar het groen afval bij de gemeente op. Ja. Tot onder in het Roergebied, dat zit hier vlak in de buurt. En dat werd tot op, voor een jaar geleden werd het allemaal gecomposteerd. Geschredderd en gecomposteerd. En nu wordt zeg maar, de hardere delen waar brandwaarde in zit, zeg maar, die gaan hier naartoe. En het bladwerk en wat snel verteert, dat gaat in de compostering. Nou, de as die hier bij ons staat, die gaat ook weer terug naar het bedrijf. Die wordt verder weer verwerkt, dat zijn mineralen. Wordt weer verwerkt in de compostering, dus eigenlijk een gesloten systeem. Huh. Die de conifer die we verkopen, die komt na 10 jaar weer terug. Ja. Nou, we hebben een hele nauwe samenwerking zoals hier met de plaatselijke VVV. Ja. We hebben een hele organisatie zeg maar, van de bezoekersstromen, die doet de VVV. De VVV zitten hier de mensen aan de receptie, ja, ze beginnen om 10 uur, maar die zitten hier zeg maar aan de receptie, die doen ook onze receptiewerk mee. Ja. En daarnaast hebben we meer dan 40 mensen die rondleidingen verzorgen. Dus dat gaat op zich hartstikke goed. Dat doe je in alle talen? Dat doen we in alle talen, ja. Ja. Nou goed, Chinees was even moeilijk. Maar verder hebben we... En ze komen voor de kwekerij? Nou goed, toen we begonnen zijn hier met het Erlevenispark, toen we zeg maar, het besluit hadden genomen van we gaan daarmee door met die bezoekers, daar zit een kans. Toen hebben we wel gezegd, dan moet het eigenlijk ook jaar rond moet het interessant zijn voor consumenten. En daarom hebben we wat meer dingen erbij gemaakt. Onze hoofdproductie is perkoet. Dat is natuurlijk in het voorjaar heel mooi als je een heel veld met geranium ziet. Of, maar we hebben gezegd, eigenlijk willen we die mensen niet door de productie heen hebben. Maar dan moeten we iets anders maken. Dus mensen kunnen op verschillende plekken in de productie kijken. We hebben een loopbrug, als je die kant op kijkt, die rode brug daar. Die loopt helemaal over de machines heen. Die is 300 meter lang, dus van bovenaf kun je het hele productieproces bekijken. Goed, we hebben ook gezegd, het moet niet alleen perfgoed zijn. Mensen moeten zeg maar, iets van de hele tuinbouw kunnen zien. Dus we hebben ook een stukje met groenten, dus een showproductie. Die producten die worden hier ook, we hebben een kleine winkel bij. Die worden hier ook in de winkel weer verkocht. We hebben er wat snijbloemen bij, die worden hier ook in de winkel verkocht. We hebben een cactustuin gemaakt, een tropentuin. Dus ja, voor ieder wat wils. We hebben een indoor speelplaats voor de kinderen. Goed, dat kleine tuincentrum wat ik al zei. Dat, als de kinderen dan hier spelen of dan gaan moeders of de ouders of opa en oma, die gaan hier even kijken en wat inkopen. Een restaurant moet er natuurlijk bij zijn. Ja. Boven je conferentieruimtes voor. Maar je hebt ook heel veel toch wel groepen die gewoon informatief ook en uit de sector, maar ook wel uit heel andere beroepen. Ja. Die met bedrijfsuitjes heel veel. Ja, ook schoolklassen. Ja, dat is minimaal. Hebben we wel. Ja, weet ik niet. Nee, maar hebben we minder. Wel, tuinbouwscholen en zo. Maar echt, basisschool hebben we heel weinig. Kijk, hier hoop je natuurlijk ook de mensen gewoon. We zitten hier vlak aan de snelweg. Eigenlijk logistiek een supermooi punt. Maar we hebben weinig grote steden hier in de buurt. Ja. Maar goed, je ziet steeds meer. We hebben ook heel weinig reclame tot nu toe gemaakt. Maar je ziet steeds meer mensen dat ontdekken. En goed, er zijn miljoen mensen die bovenaan de kust een zomerhuisje hebben uit het Roergebied. Ja, die komen hier allemaal langs. Kijk, als ze dat één keer weten, nou, dan hebben ze ook wel graag gewonnen in het tuincentrum. We hebben trouwens de plannen om een heel groot tuincentrum hier nog te bouwen. Dat is, de vergunning is rond, de grond is aangekocht, dat is hier nog voor. Dus het zit niet bij die 100 hectare in. We hebben vergunning voor 24.000 vierkante meter tuincentrum aan